gisteren in Lang Leven de Liefde. Jeroen kreeg meteen een boodschap van de enige kerel in Ilonka's leven. Dat is een kaartje van mijn zoon. Ah, ik heb een tulpenkaart voor jou gemaakt. Een soort kunstwerk. En ik ben dol op bloemen. En mijn mama ook. We gaan zien of we samen de bloemen zien groeien. Ja. Ja, zo is het. Voor Scott en Nadia was de combinatie toveren en tantra niet sterk genoeg voor een magische date. We zouden hier, denk ik, een hele mooie vriendschap kunnen opbouwen, maar het voelt niet echt een vonk. Alright. Zij vertrekken en laten het nest leeg achter voor twee potentiële lovebirds. Dit is Lang Leven de Liefde. Wat maakt dat de wereld draait? Wat maakt dat de dagen van goud zijn? Wat schrijft hij de lied? De mooiste verhalen. Lang leven de liefde is vrij. Dit is Bas. Deze 25-jarige projectleider uit de Meren is zo op het eerste oog een kerel waar vrouwen wel even voor omkijken. Maar toch is hij al sinds 2017 vrijgezel. Hoe kan dat? Ik maak geen gebruik van dating apps. Nee, ik laat graag zien in het echt wie ik echt ben. In plaats van online met een foto. Dan kan je niet zien hoe iemand is. En dan, ik vind het wel een beetje zielig gedrag altijd. Je eigen verkopen op een foto en iedereen liken. En dan kijken of je leuk bent. Ja, ik kom liever iemand tegen op een feestje. Dus dan kan je veel beter aftasten of iemand echt leuk is of niet. Waar ben ik naar op zoek? Qua innerlijk ben ik op zoek naar een meisje die gezellig is, niet heel erg ingetogen. Ze moet een bekje hebben, ze moet wel tegengas kunnen geven, heb ik zeker nodig. Moet wel met elkaar kunnen lachen, praatje kunnen maken, geintje kunnen maken. En voor de rest moet ze zorgzaam en lief zijn. Ze moet wel gewoon een beetje leuke vormen hebben. Ja, je loopt ook ergens mee over straat, dus het moet er wel leuk uitzien natuurlijk. Het is wel fijn als je bijvoorbeeld thuis komt en er zit iemand op de bank die van je houdt als je een rotdag hebt gehad, even wat kwijt kan of dat je leuke dingen kan delen samen, krijg je energie van. Ik vind het leuk om iemand gelukkig te zien en er gelukkig te maken. Heel goed, maar word jij gelukkig van Melissa? En zij van jou natuurlijk. Deze 26-jarige souschef heeft tot 2018 3 relaties gehad en heeft daarna dat hele liefdesgedoe maar even op een laag pitje gezet. Ik zoek altijd de verkeerde uit, de verkeerde jongens, want ze waren dan niet klaar voor een relatie. Dat is echt de reden waarom waarom er nooit meer tot stand is gekomen. Ze waren er nooit klaar voor. Ik was aan het zappen en ik dacht, oh ja, lang leef niet, even kijken. En toen dacht ik, laat hem opgeven. Want ik ben toch wel echt klaar nu voor iemand die echt ervoor wil gaan. Mijn ideale man heeft eigenlijk gewoon het beste van beide werelden. Dus een lieve, spontane, zorgzame man. Maar aan de andere kant dat hij ook echt het voortouw neemt en zelfverzekerd is. En echt die man is die mij ook echt een vrouw laat voelen. Diepgaande gesprekken vind ik wel echt belangrijk. Geen oppervlakkige, hey, hoe is het, alles goed, wat heb je vandaag gedaan? Het uiterlijk van een man vind ik belangrijk dat hij langer is dan ik. Hij mag wel een beetje gespierd zijn, maar niet te. Ik vind romantiek vind ik echt belangrijk. Ik ben echt zo'n zoet type. Ik vind het echt leuk om verrast te worden en ja, dat diegene echt laat zien dat hij van mij houdt. Hallo. Hoi, hoi. Oh, hoi hier. Hi. Hi, Bas. Melissa. Hi. Leuk, gezellig. Ja, heel leuk. Ja. Ik zat er net, dus... Oh, echt? Oké. Ja. Wil je ook wat drinken? Ja, lekker. Waar heb jij? Ja, ik heb een wijntje gepakt. Ja, dat lust ik dus niet. Oh, nou wat lust je of dan? Of ja, iced tea. Dan moet ik wel even een paar keer je naam zeggen, anders ga ik dat sowieso vergeten. Melissa? Ja, nee, dat en weet ik. En jou? Of ben je nou al vergeten? Ja? Nee, joh. Jawel. Echt? Ja, weet je wat het is? Ja, als iemand zich voorstelt, dan luister ik helemaal niet. Dan nee, ben ik heb datzelfde, joh. Daar ben je helemaal niet mee bezig. Nee. Nee, Bas heet ik. Bas, oké. Okay. Je komt een beetje uit zuidelijk, of niet? Ja. Alsjeblieft. Dank u. Ja, uit Eindhoven. Ah, daar kom ik wel graag, hoor, Eindhoven. Ja, waar kom jij vandaan? Ik kom uit Utrecht. Oh, daar zit bij. Ja, en mijn vrienden vonden het leuk om een brief te schrijven. Ja. En ik weet nog niet wat erop staat, dus je mag hem hardop voorlezen als je wil. Oké. Okay. Hoi, date van Bas. Onze Bas is een sportieve jongen die niet vis is van een goed beukfeestje in het weekend. Het enige wat Bas nu binnenhaalt zijn vissen langs de waterkant. Wij vinden het dus ook hoog tijd worden dat hij een vrouw binnenhengelt. Groetjes, de vrienden van Bassie Bang Bang. Ja, ik heb echt tal van bijnamen. Bassie Bang Bang, Bas vol gas. Ik heb zelf tal van bijnamen, joh. Oké. Okay. Wat is belangrijker, emotionele klik of fysieke aantrekkingskracht? Ja, het begint toch wel met fysiek, vind ik. Ja. Als dat er niet is, dan is het meer vriendschap. Maar de emotionele klik is ook zeker belangrijk. Maar die moet een beetje groeien. Ja. Maar denk je de fysieke klik? Weet ik niet.
Nee. En jij dan? Zou jij op mij vallen? Ben ik jouw type? Ja, heel. Waarom? Ja, het is toch leuk zo'n dubbele vragen. Waarom? Ja, je hele voorkomen. Ja. Fijn om te horen. Ja. Word er gewoon een beetje stil van. Ja. Is dat lekker? Ja, daar word je ook warm van. Ja. Ja. Ik ben inmiddels 5 jaar ongeveer vrijgezel. Oh, dat is lang. Kijk, ik heb een grote bek, maar uiteindelijk ook een klein hartje. Bij mij is meestal mijn eerste gevoel gewoon goed. Dus dan denk ik van ja. Ik volg je hart gewoon en dan gaat het goed komen. Ja, nou bij mij, ik weet niet hoor. Heel vaak heb ik het mis. Ja? Ja, dat wel. Oprecht, wat dacht je dat toen je mij zag zitten? Ik dacht echt, gelukkig. Ja, dat had ik ook. Nou, dat is wel fijn om te horen, toch? Dan, het ijs is al gebroken, maar ik bedoel, het is wel lekker om even te weten, toch? Ja. Ik heb me zo vaak omgekleed vandaag. Ja? Echt. Dat je niet wist wat je aan wilde. Ik heb echt een marathon gehouden. Hij ziet er echt niet uit, hè? Ja, nee, daarom. Ik vind het echt leuk dat jij in Brabant komt, oprecht. Je ziet er gewoon goed uit en leuk uit, dus ik ben er wel blij mee, ja. Jij ook. Ja. Hoe zou je reageren als ik jou nu een knuffel zou geven? Ja, dat is prima. Ja. Nee? Dat was niet alleen een knuffel. Nee. Wat denk jij over het slapen vanavond? Of wil je eerst mijn mening weten? Ja. Gooi het eens los. Ja, ik ben van mening, we hebben het gezellig. En ik kan best met je naast je in één bed slapen, heb ik geen moeite mee. Ik denk dat we allebei comfortabel willen liggen. Dat is ook zo. En als je maar duidelijk bent tegen elkaar, toch? Kijk, ja. Je hoeft niet meteen tegen elkaar aan te liggen of zo. En als je dat wel wil, is dat ook goed natuurlijk. Maar ik zie mijn eigen niet op de bank liggen hier. Nee, ik vind dat ook niet. Ik bedoel, we zijn allebei volwassen, hè? Ja, toch? Ja. Word jij snel verliefd? Ja, eigenlijk wel. Maar tot nu toe nog niet... Nee. Omdat dat toch echt het type man waar ik op val... is niet het type man waarmee ik een relatie wil. Ja, dat klinkt heel bot. Ja. Ik val nogal op een beetje dominant en arrogant. En dat wil ik niet... Nee. Maar dat is wel waar ik in eerste instantie op val. Je hebt niet voor het kiezen tot wie je je aangetrokken voelt. Nee. Dus, ja. Ja. Maar, tot nu toe? Tot nu toe? Ik vind het echt supergezellig. Ja. Maar ik heb nog steeds niet het stukje aantrekkingskracht. Die zoen was nog niet genoeg, Jeroen. Maar met een tikkeltje arrogantie en een dominante houding kun je nog een heel eind komen. Hoe zit dat bij de buren? Die waren behoorlijk blij dat ze bij elkaar zijn gezet. Maar is dat meer een kwestie van gezelligheid? Of is er ook echt sprake van gezonde spanning? Normaal gesproken ben ik wel iets aanhankelijker dan ik nu ben, zeg maar. Ja. Heb jij dat niet zelf? Nee. Ja, uiteindelijk wel. Maar als ik iemand voor de eerste keer zie, dan helemaal niet. Als ik gevoelens ga krijgen, dan kan ik me eigenlijk pas echt openstellen. Dan wil ik ook knuffelen en zo. Maar ik heb als ik iemand net zie, of voor de eerste keer zie, of net ken, dan heb ik... Dan heb ik echt nog totaal niet de behoefte van... Nee. Ik moet niet de hele tijd knuffelen. Ik ga meteen achteruit staan. Oh, sorry. Als je het niet doet en je hebt het er niet over... en je weet niet van elkaar wat je wil... dan blijft het ergens hangen wat je ook niet wil. Want ik vind je wel een leuke meid. Of zo, maar je bent wel iemand waar ik op af zou stappen, zeg maar, in de discotheek of zo. Dat heb ik wel. Als ik stel dat ik daar zou lopen bij jou of in het restaurant... dan zou ik denken, dat is wel een leuke meid, toch? Nou, dank je. Maar we kunnen wel lekker gaan slapen. Ja, ik denk het ook. Maar ik ben een beetje aan het twijfelen... of ik in bed ga slapen of toch liever alleen. Ja, je mag het zeggen. Ik ben ook even een beetje aan het twijfelen. Want? Heel de tijd 24/7 ben je op elkaars lip. En als je in bed ligt, heb je toch nog een beetje van... er ligt iemand langs me. Ja, dat is waar. Als je even apart ligt, dan heb je even weer... Wat meer rust. Ja, even rust. Even, alleen jij, weet je wel. Nou ja, dan moet ik toch voor de bank kiezen zelf... als jij graag in bed wil slapen. Ja, maar best wel in bed slapen van mij, hoor. Als ik nu op die bank ga liggen, dan lig ik misschien tot 3 uur wakker. Dus... Nou, als ik hier op die stoel ga liggen, dan ben ik zo vertrokken. Ja, nou ja, dan is het toch goed. Dan is dat toch goed.
mij betreft slaan we gewoon lekker samen, ja, toch? Michel. Moet je nog twee? Nee, is goed. Ja? Ik krijg mijn nek hernia. Ja. Die kus is weg. Is goed, slaap lekker. Slaap lekker. Goed geslapen. Wel jij? Ja, alleen niet gelijk hoor. Ik ook niet. Ik had echt zoiets van even de dag verwerken. Maar dat kan, omdat je zo wat meemaakt. Eet smakelijk. Zeg, proost op een mooie nieuwe dag. Proost. Als je elkaar niet kent, kun je moeilijk inschatten of die stilte ongemakkelijk is of gewoon een ochtendhumeur. Maar om erachter te komen, moet je wel eerst verlengen. En zitten Bas en Melissa daar wel op te wachten? Ja, ik heb onze eerste 24 uur als echt enorm gezellig ervaren. Toen je binnenkwam was ik positief verrast. Leuke meid, makkelijk praten. Ik had niet beter kunnen wensen eigenlijk. Alleen als ik erachter wil komen of ik iemand echt leuk vind, dan moet ik toch wel een beetje toenadering hebben, fysieke toenadering. Of even een knuffel, of even een kus of zo. Hoef niet eens precies samen te slapen. Ja. Alleen dan is het wel belangrijk om te weten van, kan er wat meer achter zitten? Dus ik zou graag verder willen. Alleen dan moeten we wel wat meer naar elkaar toe trekken in plaats van gewoon gezellig aan tafel zitten en een beetje kletsen. Ja, maar dat fysieke... Ik merkte al dat jij meer een beetje affectie zocht. En ik kan jou dit gewoon niet geven. Dan komen we er ook niet achter of we elkaar leuk kunnen vinden of niet. Dus dan kunnen we dus, wat ik zei, wel 24 uur blijven nog. Maar dan heeft dat misschien geen zin. Nee. Dus dan gaan we zo meteen lekker naar huis. Ja, dat gaan we doen. Mag je nou wel een knuffel geven? Ja, tuurlijk. Als ik je niks ontstoot. Echt, hè? Nee, ik vond het supergezellig met je. En het is goed zo. Ja. Toch? Ja, inderdaad. Gelukkig. Bedankt voor de fijne tijd. Ja, wel thuis. Ja, je hebt het je goed. Komt goed. Oké, doei. Melissa is niet helemaal voor niks naar ons appartement gekomen. Dit was een leuke eerste ervaring die eigenlijk wel naar meer smaakt. Dus wil jij graag een keer met haar lunchen, dineren en ontbijten? Geef je dan nu op. Bas heeft een hele toffe 24 uur achter de rug, maar zoekt toch liever op zijn eigen manier verder. Wat zijn dingen die jij heel belangrijk vindt in een relatie? Het gelijkwaardig aan elkaar zijn. Ja. Even erop uitgaan of dat soort dingetjes. En wat zoek je echt in de vrouw? Dit is meer de relatie, het samen. Maar wat vind jij belangrijke eigenschappen bij een vrouw? Dat een vrouw wel zich vrouw voelt, zeg maar. Een vrouwelijke vrouw. Ja. Niet dat je op een gegeven moment denkt van... ik zit in een relatie en... makkelijke pyjama pakken en nek aan. Gewoon een beetje de best voor je doet, zeg maar. Nou ja, ja. 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 Niet dat ingezakte van... Nee, wat ik al zei, je hebt qua innerlijk wel echt gewoon heel veel wat ik in een man zoek. Maar je heeft nog meer nodig. Wat je zei, in eerste instantie val je toch een beetje dominant. Ja, klopt. Dus dit toch weer even heel anders. Ik ben niet degene die dat doet en een relatie hebt, zeg maar. Dat klinkt hartstikke lekker en is slechts één van de geluiden waar Roberto vrolijk van wordt. Want deze 58-jarige magazijnmedewerker uit Beverwijk is Italiaans genoeg om te weten hoe leuk het is om een mooie vrouw te laten brullen. Ik ben geen macho, maar ik kan wel flirten. Dat kan ik zeker. Ja, dat is gewoon Italiaans. Dat is ook een temperament wat ik heb, denk ik. Ik zoek een mooie vrouw natuurlijk. Hey?
en romantische vrouw, ook een beetje humor. Ik val op een zachtaardige vrouw ook, met pit en sportief ook. Blond, weet je, lang haar of kort haar, maakt niet zoveel uit. Slank, dat is wel belangrijk bij mij. Ach, komt die knappe kerel weer langs, zie je dat? Je ziet aan mij, als ik verliefd ben, hoe ik naar je ga kijken. Want het is gewoon een speciaal look van mij, dat ik van, denk van, dan kijk ik zo van, Weet je wel, echt van, Belladonna, capito? Hey capito, ja, luid en duidelijk hoor. Dus hier is misschien wel de donna van je dromen. Haar naam is Helma, ze is 58 jaar, komt uit Ede en weet zelf ook wel dat ze Bella is. Ik ben leuk en gezellig en zorgzaam, betrouwbaar. Wat je ziet is wat je kent. Ik zoek een volle man. Ik vind een buikje of een buik vind ik helemaal niet erg. Vind ik ook leuk. En of die nou haren heeft of geen haren, maakt me ook niet uit. Wie wil zo'n kale jongen nou niet hebben? Hè? Dat hij weet wat hij wil. Sprankelende oogjes. Als ik dan moet zeggen drie leuke dingen van innerlijk, dan vind ik het eerlijk, humor en empathisch. Hallo? Hallo, hi. Echt heel spannend. Echt heel spannend. Nou. Hallo. Hi. Hi, aangenaam. Hoi, Roberto. Helma. Ja, Helma. Nou, makkelijke naam te onthouden. Ja. Toch? Ja, toch? Ja. Ja. We gaan een uitdaging aan, toch? Nou, leuk. Een hele uitdaging. Ja. Goh. Nou. Het blijft spannend. Jij is voor mij hetzelfde. Ja, hoor. Ja. Ik ja, toch? Zeker. We gaan gewoon zien. Gewoon gezellig aan van maken. Ja, toch? Ja. Ben jij op die mooie motor? Ik ben op de motor, ja. Zal ik eerst even mijn cadeautje? Is dat misschien slim? Nou, daar gaat hij hoor. Weken in de spanning. Wat komt er door de deur? Vraagteken. Hoop op een match. En vlinders. En anders een leuke tijd. En een mooie ervaring om op terug te kijken. Ja. Veel liefst, Helma. Ja. Top Helma, ja. Dankjewel. Toppie. Jeetje, Helma. Jeetje, man. Ach, goh. Wat mooi zeg. Jeetje. Goh, echt een heel leuk cadeautje. Oh. Echt top. Nou, dan ben ik aan de beurt zeker, hè? Ja. Nou, heel schattig hoor, sowieso. Leuk, nou, eerst de kaart maar, hè? Ja. Ik moet even mijn leesbril pakken. Sorry. Geeft niet, hoor. Ik kan niet meer lezen. Hallo, grote onbekende. Wat voor avontuur zullen wij gaan beleven? We weten niets van elkaar en dat maakt het reuze spannend. Om een leuke start te maken heb ik een paar cadeautjes meegenomen die mijn Italiaanse roots onderstrepen. Laten we er spontaan leuk en gezellig feestje van maken. Ik heb er zin in. Roberto. Nou, helemaal leuk. En dat zijn allemaal Italiaanse lekkernijen. Ja. Kiss me, please. Leuk, hè? Nou, dan wachten we nog even mee. Dan wachten we nog even mee. Ja. Gaan we even te snel. Hebben we net gedaan, hè? Oh, ja. Oh, lekker. Ja. Nou, dan maar toch maar een knuffel dan, hè? Toffie, hartstikke leuk. Hey. Leuke jongen. Ja, doen we het vind ik zo. Ook. Je ruikt lekker. Nou, dank je. Gisteren leek er even iets moois op te bloeien tussen Jeroen en Ilonka. Maar hun eerste kus maakte de date juist moeizamer in plaats van romantischer. Of moeten ze gewoon nog even wennen aan het idee en hun gevoel? Op zich zie ik wel potentie om 24 uur eraan te plakken. Ik zie wel redelijk veel draagvlakken. En zeker. De kus van gisteren vond ik ook wel wat speciaals. Want, en ook als ze elkaar aankijken, dan spontaan lachen. Die teweeg brengt. Voor een relatie vind ik wel raakvlakken. Ik denk van daar. Ja, heb je zeker wel een punt in. Ja. Dat wel. Alleen ik hoop niet dat het als de grote verrassing komt dat ik niet wil verlengen. Dat idee had ik ook al een beetje. Ik heb inderdaad wel echt geprobeerd me open te stellen en de tijd te geven. Alleen de Zoom was voor mij juist een omslagpunt. Ja. Dat ik toen merkte van goh, nee, ik vond nog steeds niet heel veel. Ja, dat vond ik ook wel jammer, want ik hoopte juist dat het daarmee wel zou komen. Ja. Maar dat was nog steeds een beetje niet. Nee. Eindigt ons avontuur hier. Ja. Spijtig, maar wat leuk je te leren kennen. Dat zeker. Ja. Ik jou ook, ja. Moet het gewoon tijd voor inpakken. Hè? Ja. Ga ik vandoor? Ja.
Goeie reis, zeg ik alweer. Veel plezier met de ontmoeting met je zoontje. Dankjewel. Doei. Doeg. Ilonka gaat lekker terug naar haar kleine ventje en wil toch weer liever zelf op zoek gaan naar die ene perfecte man. Maar misschien heb jij hem al gezien en heet hij Jeroen? Aarzel dan niet en geef je snel op, want hij komt graag nog een keer terug voor een nieuw avontuur. Dankjewel, nou. Helga. Zullen we... Goed, hè, Helga. Hè? Helma. Maar dat maakt niet uit, hoor. Ja, voor mij wel. Helma. Kijk, jeetje. We hebben kippen. Ja, die heb ik expres om gevraagd. Ja? Ja, wel heel schattig, hoor. Leuk, hè? Nou, daar komt hij hoor. Ik zal hem even nadoen. Niet lachen, hoor. Ja, nee. Nou, dat is Roberto. Hele rare vraag, hè? Of hele brutale vraag. Wat had jij opgegeven voor type? Daar ben ik dan wel heel benieuwd naar. Type? Humor? Ja. Humoristisch? Ik heb gezegd blond. Normaal, slank. Normaal, slank. En jij? Ja, ook wel. Een beer wel... van een gozer, gespierd. Ja, weet je, ik ben geen macho. Dat kan ik je nu al vertellen. Nee, maar ik val ook niet op een macho, want die heb je ook niet voor je eigen alleen. Exact, ja. Dat bedoel ik. Je hebt trouwens leuke sokken aan. Even zo sorry hoor, tussendoor. Nou, ik ben blij dat je ernaar kijkt. Heel veel, hè? Hé, je bent er tegen. Ja, leuk. Ondertussen heeft Daniel ons appartement gevonden. En zal hij over niet al te lange tijd oog in oog staan met zijn potentiële nieuwe liefde. Want dat is natuurlijk wel waarom deze 25-jarige student uit Delft... na 3 jaar singleschap uiteindelijk zijn koffer heeft gepakt. Dating apps heb ik geprobeerd, maar dat is niks voor mij. Want ik vind mezelf een leuk persoon. Alleen ja, dan moet je dat over een app moet ik dat gaan verkopen. En dat werkt gewoon niet voor mij. Ik denk als je me ziet, als je me spreekt, dan ben ik heel leuk. Ik kan wel een flirt zijn, maar dan moet het wel het juiste moment zijn. En dan moet ik er vooral niet te veel over gaan nadenken. Ik ben sowieso echt een danser. Altijd geweest, ben ik nog steeds. Dus als ik ergens ben, dan sta ik altijd op de dansvloer. Dus ik zoek vooral iemand die lekker spontaan is en een beetje extrovert. Ik vind iemands uitstraling heel belangrijk. Iemand moet een gezellige, leuke uitstraling hebben, een lieve lach. Zelf ben ik altijd wel fan van kort haar. Dan heb ik het over haar tot boven de schouders. Ja, ik hou niet van mensen die echt broodmager zijn. Dus echt supermager. Ja, en als iemand iets steviger is, zou ik ook niet erg vinden. Nou, ik doe eigenlijk mee aan dit programma... omdat ik in het dagelijks leven niet zo snel op mensen afstap. Dus ik dacht, nou weet je, op deze manier push ik eigenlijk mezelf. Van joh, ga het gewoon doen. Als je niet probeert, dan weet je het niet. Misschien is dit de manier voor mij. We hebben wel eens een succesje behaald, dus dat zou zomaar kunnen, Daniel. En we hebben goede hoop, hoor. Want de 24-jarige Verena uit Arnhem is veel te leuk... om al sinds 2015 vrijgezel te zijn. Mijn ervaring is dus dat de mannen die ik zelf uitzoek... is dus eigenlijk nooit een match. Dan wel voor even, maar niet voor het leven, laat het zo zeggen. Dus ik had zoiets van, ik ga het uit handen geven. Ik zeg altijd, mijn type is een beetje typetje kakker meets nerd. Maar wel iemand die er gewoon gezellig en vlot uitziet. Dus niet per se die nerd die alleen maar achter een computer zit... maar gewoon iemand die... wel slim is. Dat vind ik wel belangrijk. Ik moet niet iemand hebben die heel erg gespierd is of zo. Dat past helemaal niet bij mij, want ik ben niet zo'n sporter. En dan ben ik die man alleen maar kwijt... in plaats van dat hij bij mij op de bank zit 's avonds. Wat ik belangrijk vind in het innerlijk... is dat iemand mee kan gaan in mijn impulsiviteit. Maar ook wel zorgzaam is en ook een luisterend oor kan bieden. Ik praat heel graag. Dus ook iemand die graag naar me luistert. Hallo. Goeiedag. Daniel. Hoi. Gaan we voor knuffel? Ja. Zo, welkom. Ja. Zenuwachtig. Nou, het valt mee. Nou, ik had het redelijk onder controle. Ja. Ja, nu kom je binnen en dan is het ineens van... toch ineens wel spannend, ja, hè? Ja, het is ook niet iets dat ik dagelijks doe. Oh, ik vergeet ook gewoon echt mijn cadeautje. Oké, rustig aan. Ik had wat meegenomen. Nou, toevallig ik ook. Mijn twee favoriete wijnen van dit moment. Ja, het wisselt altijd een beetje. Een witte en een rode. Ja, en wat lekkers erbij. Ik ben echt een kaasliefhebber, dus dat vind ik al... Dat is mooi. Ik heb iets meegenomen dat vooral over mezelf iets vertelt. Tequila. Ik ben gek op tequila. Ik weet niet of je ervan houdt. Niet meer zo heel erg. Zit ik kaart bij? Heb ik niet zelf geschreven. Die heeft mijn huisgenoot en de buurt geschreven. Oh, wat leuk. Ik heb een hele leuke buurt. Heb ik allemaal leuke buren. En die hebben een kaart geschreven. Superleuk. Lieve match van Daniel.
Wat leuk dat ze jullie gematcht hebben aan deze lieve stuiterbal. We hopen dat jullie de komende dagen genieten van dit avontuur. Daniel is een enthousiast persoon die gek is op een dansje, drankje en een woordgrapje. Af en toe heeft hij een klein duwtje in de rug nodig, maar als het ijs gebroken is, komt het helemaal goed. Ben jij de gelukkige die dit lukt? Geniet van de komende dagen. Oh, wat lief. Wat leuk zeg. Morgen geeft Roberto een hele nieuwe betekenis aan het woord vegetarisch. Ik heb jarenlang geen dat gegeten, vlees, nee. Weet je dat? Een jaar lang geen vlees gegeten? Maar wat eet je dan s'avonds dan? Haché en dat soort dingen. Ja, maar haché is ook vlees. Dat weer wel. En wat eet je dan bij die zuurkool of die boerenkool? Of? Een bal gehakt of een runderlapje. Ja, dat is toch ook vlees? Tot morgen!